Het Polytechnisch College Suriname, PTC, heeft in 2023 in totaal 91 afgestudeerden afgeleverd. Het gaat om 71 bachelor en 20 master afgestudeerden. Gisteravond heeft de laatste groep van dit jaar haar diploma in ontvangst mogen nemen. In het PTC-gebouw aan de Slangenhoutstraat. De waarnemend directeur van PTC, Marjorie Stakel-Tellecht, gaf de afgestudeerden mee dat hun diploma een bewijs is dat ze bekwaam zijn in hun vakgebied. Echter ligt de keus bij de afgestudeerden zelf hoe ze omgaan met die bekwaamheid. Wij van het PTC hopen van harte dat u ervoor kiest om Suriname te helpen opbouwen. Dat het uw keus is om voorbeeldig te zijn, om jongeren te inspireren. U kunt er ook voor kiezen om naast dit alles uw leven lang te blijven leren en daardoor meer perspectieven te creëren. Er is namelijk een andere quote die jullie allemaal wel kennen. We learn, we do, we lead. Dit is het motto van PTC en dit is de kern van wat ik u vanavond wil meegeven. PTC alumnus, keep learning and be great in what you do. Joyce Williams, voorzitter van het PTC-bestuur, zei dat de afgestudeerden hun kennis, vaardigheden en ervaring moeten bewijzen aan anderen. Ze benadrukte dat wat de alumni hebben meegehad van PTC zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Ze stimuleerde hen om verder te gaan en bewust te zijn van hun kennis en vaardigheden. Het is gewoon ontzettend mooi om goed te zijn in wat je doet, om je vak te beheersen. Dat niemand jouw knollen voor citroenen komt verkopen. Dat jij de deskundige bent. Dat je durft om je mening te geven. En durven om je mening te geven betekent dat u iedere keer weer zal moeten proberen. Iedere keer zal u weer in uw studiemateriaal moeten duiken. Iedere keer zal u nieuwe technologie en nieuwe wetenschappen of mensen die dingen doen, gaat u na moeten kijken, moeten beoordelen. Want als u zegt, ik ben Bachelor of Science of ik ben Master of Science, en vooral als u nog erbij zegt, ik kom van PTC, dan verwachten we dat er kwaliteit uitkomt. Sinds zijn bestaan heeft het PTC al 962 afgestudeerden afgeleverd aan de Surinaamse samenleving.